Hallo allemaal, een hele goede avond. Welkom bij het VIP. En vanavond gaan we eens in Revelry duiken. Dus even geen breiwerk. Jullie hebben dus ook geen updates van de deken of van de sjaal ontvangen. Dat klopt. We gaan zo meteen ons eens even verdiepen in hoe en wat in Revelry. In ieder geval de basics over garen zoeken, patronen zoeken en projecten aanmaken. Er is nog veel meer mogelijk in Revelry, maar dat doen we dan misschien een volgende keer. We gaan kijken hoe ver we komen vanavond. Ik heb mijn computer voor mijn neus, dus zometeen ben ik uit beeld en dan zien jullie mijn computerscherm. En als je vragen hebt, kun je ze op de chat zetten. Dan ga ik kijken of ik dat zo snel bij kan houden en kan beantwoorden. Ik heb vanmiddag op strand gezeten, dus ik ben een beetje rozig. Dus ik hoop dat ik het zelf allemaal bij kan benen. Maar we gaan ons best doen, komt goed. We gaan beginnen en we beginnen bij het begin. Dus ik ben uit beeld, Revelry erin en we gaan starten. Goed, dit is als je op Revelry ingelogd bent. Ik ga ervan uit dat jullie een account aangemaakt hebben en ingelogd weten hoe je moet inloggen op Revelry. Dat is niet zo moeilijk, want als je naar Revelry gaat, dan gooit hij vanzelf een loginscherm voor je neus waar je moet inloggen. Ik ben hier al ingelogd en als je hier heel groot op Revelry klikt, dan kom je dus in dit scherm terecht. Ze hebben hier een verhaaltje over thank you essential workers, bla bla bla. Ze doen hier meestal iets, seasonal, hè? Dus het woord kerst, dan hebben we een verhaaltje over kerst of er is iets politieks aan de hand enzovoort. Dat is allemaal niet zo vreselijk interessant. Wat wel belangrijk is, is dit gedeelte. En het eerste wat ik jullie wil laten zien, is als je niet op klikt, maar daar met je muis overheen hoevert, over dat plaatje, dan staat er, hey ja, Naantje Nit. Naantje Nit is dus mijn naam op Revelry. En voor degene die in mijn webshop een patroon bestellen, vermeld dan die naam. Heel vaak krijg ik dan het e-mailadres, omdat jullie vaak inloggen met je e-mailadres. Maar je hebt bij het aanmaken van de account ook een naam opgegeven hoe je genoemd wil worden op Revelry. En dat is dus dik gedrukt Naantje Nit wat daar staat. En als je dus over dat plaatje heen hoevert met je muis, dan krijg je daar dus je naam te zien. Dat is wat ik altijd van je wil weten. Vooral niet je paswoord sturen, maar alleen dat wat daar staat. Je ziet dat ik hier staat een postvakje, er staat een eentje boven. Dat betekent dat ik een berichtje heb, daar gaan we zo meteen naar kijken. Hier staat Pro, dat hebben jullie niet staan, tenzij je een ontwerper of een winkel bent. Want je ziet hieronder ook staan Change Business, Pattern Sales, Manage Store, Promotions, Purchase enzovoort. Daarin kan ik dus zien wie wat gekocht heeft en heel vaak of soms zie ik dan iemand die iets op Revelry gekocht heeft met alleen een e-mailadres en niet zijn Revelry naam erbij. Dat betekent dat je dan in de problemen komt met je updates. Dus ik wil altijd erg graag die Revelry naam erbij hebben, want dan kan ik het voor je in orde maken. Mocht daar dus iets fout gegaan zijn, gooi mij dan even die Revelry naam over de schutting. Dan kan ik het voor je nakijken en regelen. Ik zit even op de chat te kijken. José toch, wat gezellig. Ik hoor je alleen niet. Dat is dus je oost ziet ze ook al. Nou, als jullie maar niet zitten te schelden tegen het scherm, dan vind ik alles best. We gaan even naar mijn persoonlijke pagina binnen Revelry. Als ik hierop klik, dan gaan we daar naartoe en dan krijg ik dit te zien. Nou, als je daar bent, dan staat hier dus ook heel dik bovenaan je pagina hoe je heet. Zoals je ziet is dit allemaal in het Engels en ik heb begrepen dat dat voor veel mensen toch wel een issue is. En Revelry heeft zijn best gedaan om zoveel mogelijk te vertalen. Het is niet helemaal perfect, dus je zal soms zinnen tegenkomen die half Nederlands, half Engels zijn. Maar ze hebben het meeste vertaald en hoe kom je nou naar het Nederlands? Nou, dan pak ik de balk, ik scroll helemaal naar beneden, helemaal, helemaal, helemaal. En dan hebben we hier de kleine lettertjes onderin. En dan zie je hier
dat ik kan switchen tussen Engels en Nederlands. Nou, dan klik ik daarover. Kijk. En nu staat hier ineens patronen, garens, vrienden, groepen, hulp, mijn notitieboek enzovoort. Kijk, en hier hebben ze ook keurig alles vertaald. Hier staat wijzig profiel, dus het is nu allemaal netjes in het Engels. Alleen hier heb je, oh sorry, het Nederlands. Hier heb je dan de groepen waar ik lid van ben. En daar staat dan, I'm in 17 groepen. Dat is wat ik bedoel met half Engels en half Nederlands. Maar goed, het meeste, het is in ieder geval heel behulpzaam dat het voor een groot deel in het Nederlands is. Wat is nou het belangrijkste van je persoonlijke pagina? Omdat ik een ontwerper ben, staat hier My Designs and I Have Patterns for Sale. En dat hebben ze dus ook weer niet vertaald. Maar daar staat dus, ik heb patronen te koop op Revelry en dit zijn mijn ontwerpen. Hier zie je bij mij mijn website. Daar is iets mis, daarom geeft hij geen plaatje van de website. Je kan er wel klikken, maar hij komt er dan ook netjes op de website. Maar om de een of andere vage reden geeft mijn provider daar geen plaatje door. Dit is de pagina met al mijn ontwerpen die hier staan. Als je daarop klikt, hier More of Nike in Design. Als je daarop klikt, kom je dus al mijn ontwerpen tegen. Maar dit hebben jullie dus als niet-ontwerper dus niet in je scherm staan. Dit wel, want hier, dit is Finished Objects. Dat is ook weer niet vertaald. Maar dit zijn dus alle laatste projecten die ik afgemaakt heb. Dus die staan daar. Gaan we weer even terug naar boven. Hier staat wijzig profiel. Als ik daarop klik, dan zie je dat je hier een heleboel kunt invullen. Daar gaat het om. Dus dat zijn je persoonlijke voorkeuren. I measure yarn in. Nou, dan kan je kiezen tussen meters en grammen of inches en ounces. Of yards en grammen, yards en ounces. Nou, dat soort dingen allemaal. Ik neem aan dat jullie allemaal ook in meters en grammen willen werken. Dit is een stukje privacy. Show a light bulb when I'm online. Dus je ziet bij mij, als die light bulb aanstaat bij mijn naam, dan ben ik op mijn computer online. Of het programma staat nog open. Dus dat garandeert niet zoveel. Show when I was last online. Ja, dat vind ik een beetje nutteloos, dus die heb ik uitgezet. Accept Revelry messages. Dus accepteer die berichten. Dat is die berichtenbox. Nou, dat is wel zo prettig, want dan kunnen vrienden je wat sturen. Content filtering, hier kun je foto's laten verbergen die niet geschikt zijn voor alle leeftijden. Nou, die ben ik nog nooit spontaan tegengekomen. Ze zijn er wel, als je gaat zoeken op lingerie of volwassen toys, dat soort dingen, dan kom je wel wat gekke gebreide zaken tegen. Je kunt apps connecten met Revelry en dat is voor als je op je telefoon dus bepaalde dingen wil gebruiken. Knit Companion is eigenlijk een soort magneetbord waar je dus je programma of je patroon in kunt zetten en dan heeft hij allemaal keurige lijntjes en dingetjes om bij te houden waar je gebleven bent. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Dit zijn de persoonlijke zaken. Dus ik kan hier zelf bepalen hoe ik genoemd word. Ik kan ook kiezen of ik daar mijn verjaardag in wil vullen. Dat hoeft dus allemaal niet. Je ziet ook nergens sterretjes bij staan. Dus dit hoef je allemaal niet in te vullen. Maar het kan wat over je vertellen. Je hebt hier zelfs nog velden waar je zelf dingen in kan zetten. Dat is iets wat je gewoon eens een keertje kunt bekijken. Als je een foto hierin wil zetten en die foto komt dus hier te staan bovenaan je pagina en dat is de foto die andere mensen zien, dan ga je hier dus naar Add Profile Pics. Ook weer niet vertaald. Dit gedeelte hebben ze dus gewoon niet vertaald. Maar goed, het interessantste deel van Revelry voor het gebruik is mijn notitieboek. En als ik daarop klik, dan kom ik in mijn projectenomgeving terecht. Dit is projecten. Ik kan ook een tapje handgesponnen. Voor degene die zelf spinnen, kan je daar dus bijhouden wat je zelf gesponnen hebt en hoeveel en dat soort dingen allemaal.
Je voorraad of je stash, als ik daarop klik, dan zie je, en ik heb het al heel lang niet bijgehouden, want ik ben hier een beetje slordig in, maar je kunt hier dus je hele wolvoorraad inzetten. En als je, dat gaan we zo ook zien hoe je het garen erbij zoekt. Als ik op dit garen klik, dan vertelt hij dus precies wat is de dikte. Hoeveel heb ik ervan? Nou, hier heb ik dus maar één streng van. Hoeveel meter zit er op zo'n streng? 201 meter en 20 centimeter is dat. Waar heb ik die gekocht? In de Vlotte Knot in Amsterdam. Wanneer? In 2015. Welke kleur was dat? Coca. Nou, ik kan hier ook nog het verfnummer bijzetten en allerlei andere dingen. Je ziet, dit zijn dingen die op het etiket staan. En ik wist niet eens meer dat ik dit garen had. 2015, wordt hoog tijd dat ik daar eens wat mee ga doen. En als ik dan hier ga kijken, dan kan ik dus ook zeggen bijvoorbeeld share this. Of ik kan zeggen in stash not for sale. Ik kan hier dus ook verkopen. En je kan dus bij je garens aangeven dat je het te koop hebt staan. En dan reageren mensen erop die erop zoeken. Maar we gaan even terug naar het notitieboek, want ik begin aan het eind van het verhaal zo ongeveer. Plannen, dat is wat je nog wil gaan doen. Favorieten is een hele belangrijke, daar gaan we zo naar kijken als we patronen gaan zoeken. Vrienden, het vrienden maken verhaal van Ravelry werkt net even anders als bijvoorbeeld van Facebook. Want ik kan iemand opzoeken en ik kan vrienden met je worden zonder dat je vrienden met mij bent geworden. En wat dat betekent is dat ik kan zien in een overzichtje wat je aan het breien bent, wat je in Ravelry gezet hebt, wat je klaar hebt enzovoort. Het is dus eigenlijk meer wat je op Instagram doet, iemand volgen. Groepen en evenementen. Er zijn heel erg veel groepen op Ravelry. Ik gebruik dat persoonlijk eigenlijk niet, maar het werkt min of meer zoals Facebook. Ik vind de interface van Facebook alleen veel prettiger. Dus dat is maar net wat je zelf prettig vindt. Er zijn een flink aantal Nederlandstalige groepen. Na deze uitzending kun je ook mijn pagina binnenste buiten keren en kijken in welke Nederlandse groepen ik allemaal lid geworden ben. Om te kijken welke leuke groepen er zijn. En er zijn vast er nog wel meer en die worden vast ook straks wel in het projecthoekje gepost. Naalden, daar kan je een overzicht in zetten van welke breinaalden je allemaal in huis hebt. Je bibliotheek, daar zou ik even op klikken. Dat zijn alle patronen die je gekocht hebt. Of die je gedownload hebt. En die blijven hier dus allemaal netjes bij elkaar staan. En als je nou per ongeluk een keer een patroon gekocht hebt zonder dat je ingelogd was op Ravelry, dan krijg je hem dus wel binnen. Je kan hem wel downloaden, maar hij komt niet in je bibliotheek te staan. Dus als je volgend jaar zegt ik wil daar nog een keer naartoe, dan heb je dus een probleem, want dan staat hij er dus niet in. Vandaar dat ik ook altijd zeg van als je issues hebt met de updates van mijn calls, dan heb je hem waarschijnlijk niet ingelogd, gekocht en dan moet je me even een berichtje sturen. Postbus, dat is dus weer dat inboxje, daar gaan we zo naar kijken. Blogberichten, hè. Mensen kunnen dus een blog hangen aan een bepaald patroon. Dat gaan we zo ook even bij de deken kijken, want daar wordt door verschillende bloggers over geblogd. Bijdrage is wat ik geproduceerd heb in fora en groepen. En dit zijn mijn aankopen. Wat heb ik recentelijk gekocht? We zullen eens even kijken. Ik heb een cadeautje gekregen, dat had ik al een keer verteld. Hè. Dit zijn die gekke tuinkabouters. Die heb ik van Siets aan de maak gekregen. Dit is een patroon, nou, van die had ik aan mezelf gegift om ook in mijn library te zetten. Deze ook. Dit is ook een ontwerp van mij. Heb ik er nog eentje ergens staan die ik gekocht heb? Ja, hier. Van Kari Design. Een patroon. En dat was in kronen. Dat was een Noors patroon. En die vind je hier dan terug. Dus hier kan ik precies terugvinden wat ik allemaal gekocht heb. Of wat ik gratis gedownload heb. Dit was een gratis patroon. Zo werkt dat. Dus dan kan je een beetje in browsen om te kijken wat je allemaal gedaan hebt.
als ik terugga, naar mijn projecten, ja, het is handig. Je klikt hier en dan komt hij vervolgens daar te staan. Maar ja, goed, het is niet anders. De projecten, dit is mijn hele pagina met projecten. Ik heb een plugin voor Pinterest erin in mijn computer zitten. Vandaar dat ik dus meteen zo'n Pinterest dingetje in beeld krijg. Maar goed, dat maakt verder niet uit. Als er WIP bij staat, dan betekent dat work in progress. Dus dat betekent dat ik daar nog niet klaar mee ben. Nou heb ik het recentelijk allemaal niet bijgewerkt. Want die is ook nog niet klaar. Dit zijn de drie waar ik aan bezig ben. Nou ja, deze ligt een beetje stil, maar goed. Die is klaar. Dat is een ontwerpstadium, dat is nog niks. En die is ook nog niet klaar, dat klopt. Ja, deze twee natuurlijk wel, die heb ik eerst gebreid. Dus hier staan alle projecten waar ik mee bezig ben. Dit is trouwens ook al lang klaar. Maar dit is dus de knuffeldeken, waar een heleboel van jullie nu mee aan het werk zijn. Als ik dat project open, dan zie je hier dat die in mijn library staat. Het staat dus bij het project. En het patroon staat hier Mystery Call Corona knuffeldeken bij Nijntje Knit. Dat betekent dat die eraan gekoppeld is. En dat was een specifieke vraag. Hoe koppel je nou een patroon aan je project? Nou, ik ga zo stap voor stap een nieuw project aanmaken. Dat zal ik voor dezelfde deken doen en dan kunnen we dat precies bekijken. Ik kan aangeven wat het is. Het is breien. Voor wie heb ik het gemaakt? Voor mij. Maat weet ik nog niet. Hier hoef je op zich niks mee. Dit zijn zoekwoorden dat andere mensen ook makkelijker je project kunnen vinden. Maar hieronder staat het interessante gedeelte. Hier staat naalden en garen. Nou, op welke naald ben ik het aan het doen? Ik ben op 3 mm aan het breien. Kijk, hier hadden ze een Engels woord staan wat een stukje korter was dan het Nederlandse woord. Stekenverhouding is 26 steken en 33 pennen is 10 centimeter. Welk garen heb ik daarvoor gebruikt? Holst Yarn Coast, gekocht bij Saans Geluk. Nou is dit een garen wat toevallig nog niet in Ravelry stond op dat moment. Dus vandaar dat daar weinig informatie bij staat. Nou, wat hebben we hier over het patroon? Er zijn 37 projecten bij dit patroon. Er zijn 9 mensen die er nog hard over aan het nadenken zijn of ze willen gaan breien. En hier, dit vind ik natuurlijk heel erg leuk als ontwerper, hier kun je je mening geven. Dus wat vind je van het patroon? Nou, jullie vinden het natuurlijk allemaal 5 sterren, mag ik hopen. Hoe duidelijk vind je dat ik het beschreven heb? Nou, ik hoop ook dat dat 5 sterren waard is. En de moeilijkheidsgraad, dat varieert natuurlijk. Dat is heel persoonlijk wat je daarvan vindt. Ik vind het medium. En dan zeg ik edit rating, want ik moet het nog wel opslaan. Oh, dan krijg ik een heel verhaal. Wat wil die allemaal? Ja, dat wil ik allemaal niet, dus die sluit ik af. Dat vind ik wel best. Ik ga er geen opmerkingen bij plaatsen. Dus dit is, en ik heb hier 3 foto's. Was ik bovenaan. Ging dat te snel trouwens? Ik zal even teruggaan. Ja, ik heb bij mijn project. Ik hoor net dat die gecrashed is. Hij komt weer terug. Als het goed is. Hij is nu weer aan het opstarten en hij is online nog. Ik weet niet of ik al te horen ben. Er was net even een vervelende onderbreking in de verbinding. En als het goed is, zijn we weer terug. Ik ben er weer, wordt er op de chat gezegd. Goed, nou dan gaan we gewoon vrolijk verder. Hier bij de garens, ja, fijn dat het weer geregeld is, goed zo. Hier bij de garens, dit is het garen wat ik gebruikt heb. Als ik dat dus intik, Holst, Yarn, Coast, dat is wat ik van weet dat het zo ongeveer heet.
dan klik ik op dit link dingetje en dan gaat hij zoeken. Nou, en dan heeft hij hem dus netjes gevonden. Als ik even wat anders doe, kijk. Hier gaat hij dus zoeken en dan komt hij terug met, hij kent alleen maar het garen Nobel van Holst. Nou, dat werkt niet. Dit is een slecht voorbeeld, want dit garen staat toevallig dus net even niet in Revelry. Maar ik heb met de hand netjes mijn label overgetypt, dus het is 350 meter op 50 gram. Ik werk dus met dubbele draad, want anders dan komt dit niet goed. Waar heb ik hem gekocht? Saans Geluk. En ook daar staat weer zo'n linkje bij. Dus als ik dit weghaal en ik zeg Saans en ik klik op het linkje, zie je, dan komt hij zelf met: bedoel je misschien Saans Geluk in Zaandam in Noord-Holland? Ja, die bedoel ik. En dan zet hij hem er dus netjes in. Nou, hier kan ik bijzetten wanneer ik hem gekocht heb en wat ik ervoor betaald heb. En als je hier zegt copy and add another colorway, dan kan je dus, als je drie kleuren van hetzelfde garen hebt, kan je dat herhalen. Dan hoef je dat niet allemaal weer in te vullen. Hier heb ik ook de optie use stash yarn. Dat betekent dat ik dus ook uit mijn eigen voorraad kan putten. Dit gedeelte is ook interessant. Project notes. Dat betekent dat je hier zelf notities in kan invullen. Je ziet dat ik hier nog niet zoveel gedaan heb. Ik ben na blok 1 ben ik opgehouden met invullen welke kleuren ik gebruikt heb en hoeveel meter. Daar ben ik voor overgegaan naar een Excel spreadsheet. Dat kan rekenen, dat kan dit niet, dus dat vond ik handiger. Nieuw in Revelry is dit gedeelte, Add Private Notes. Je moet weten dat in Revelry alles voor iedereen zichtbaar is. Dus je kunt geen geheime dingen doen, geheime groepen maken, geheime aantekeningen. Alles is voor iedereen zichtbaar, behalve private notes. Dus als jij zegt van, nou, ik wil aantekeningen maken bij een project, maar dat zijn wel hele erge privé aantekeningen en die wil ik verder niet met anderen delen, dan zet je die dus daarin. Belangrijk in Revelry is wel dat je alles wat je doet opslaat, want anders dan ben je het gegarandeerd kwijt. Dus ik heb hier close without saving, dan ben je alles kwijt. Of niks in het Nederlands, bewaar veranderingen. Nou, natuurlijk wil ik dat. En dan kom ik dus weer terug in mijn project. Vervolgens ga ik terug naar mijn notitieboek, even terug naar projecten. En dan heb ik hier de knop Add Project. Dus ik kan er hier eentje toevoegen. Nou, dat gaan we eens even doen. Dit is dan het beginscherm wat ik krijg. Witchcraft. Wat ben ik aan het doen? Ben ik aan het breien, haken, loom knitting, machine knitting? Ben ik aan het weven of ben ik aan het spinnen? Nou, op dit moment is er voor mij maar eentje to the point en dat is natuurlijk breien. Name your project. Daar kun je dus alles in tikken wat je zelf leuk vindt. Dus dit is een voorbeeld project. Zo noem ik hem even. Dan is dit gedeelte belangrijk als je het patroon wil koppelen aan je project wat je gebruikt hebt. Ik heb drie opties. I use the pattern. I didn't use a pattern, want je kunt ook een project maken voor gewoon iets wat je zelf aan het doen bent en waar gewoon geen patroon van is. Of the pattern that I used is not in Revelry. Als je bijvoorbeeld een patroon uit een boek gebruikt of iets dergelijks, dan kan je die optie kiezen. Maar we gaan een patroon uit Revelry nemen, namelijk de corona knuffellapjesdeken. Dus dan ga ik hier wat invullen. De corona knuffel, lapjes, deken. Continue. En nu moet hij gaan zoeken. Want ik heb vast de naam van het patroon niet helemaal exact ingevuld. Dus hij wil nu dat we gaan zoeken. En dan vindt hij hem niet. Hij zegt hier no matching patterns. Hier is hij dus best wel precies in. Dus we gaan eens even kijken wat we daarvan kunnen maken.
Ik moet hier zelf ook altijd eventjes zoeken. Hij vindt een hoop dingen, maar niet al mijn patronen. Interessant. Kijk, nu heb ik dus, omdat ik niet precies de naam van het patroon weet, maar wel de ontwerper, de naam van de ontwerper ingevuld. En nu krijg ik hier een heleboel patronen te zien die deze ontwerper allemaal gemaakt heeft. En daar scroll ik eens even doorheen. Ja, kijk, en nou hebben we hem hier gevonden. Waarom vond hij het nou niet op corona knuffel lapjesdeken? Omdat hij Mystery Call Corona knuffeldeken heet. En anders dan vindt hij hem niet. De zoekopties in Revelry zijn een beetje dodgy. Maar op deze manier komen we er ook. Dus ik zeg nu, choose this pattern. Want die wil ik gebruiken om mijn project te maken. En nu kom ik in een lege project. Ik krijg net de tip, als je zoekt op corona vind je hem ook. Het is dus altijd even zoeken hoe en wat en waar. Nu ben ik in een vrij lege projectpagina terechtgekomen. Het enige wat hij nu ingevuld heeft is dat het over breien gaat. En de naam die ik mijn project gegeven heb. Voor wie wordt die gemaakt? Nou, ik heb een keer eerder iets voor mij gemaakt en een keer iets voor Rita Elsinga gemaakt. Dus die keuze heb ik, maar ik kan daar alles invullen wat ik wil. Weet ik nog niet. Oh, nou heb ik hem met een enter snel afgesloten. Weet ik nog niet is natuurlijk geen raffler. Dus ik kan hier ook iemand geven waar ik hem voor aan het maken ben. Finish by. Ja, wanneer moet hij af zijn? Nou, dat vind ik allemaal te veel druk op de ketel. Dus dat doe ik niet. Hier kan ik aangeven welke maat ik ga maken. En hier zie je de patroonnaam. En ook hier staat weer zo'n linkje bij. Dus als je nou al een project hebt, maar je hebt hem nog niet gelinkt aan het patroon, dan kun je dus hier ook die naam van het patroon ingeven en dan op het linkje klikken. En dan zegt hij, krijg je weer dit scherm van, is dat het patroon wat je bedoelt? Of dat is het niet en dan moet je wat anders opzoeken. Maar hier kan je dus dat ook intikken. En dan zal ik eens even kijken of Sietse gelijk heeft. Dat als ik hier op corona klik. Kijk, nu zijn er dus meer patronen waar de naam corona in staat. En dan ga ik dus naar beneden scrollen. En als het goed is, moet ik dan mijzelf ook tegenkomen. Dat is een end scrollen. Ja, kijk. Ik sta hier tussen het lijstje. Nou, dan kies ik die. En nu is die dus gekoppeld aan het patroon. En als je meerdere patronen gebruikt hebt, dan zou je dat hier dus ook nog extra erin kunnen zetten. Add a category, dat betekent, wat ben je aan het doen? Ben je een sjaal aan het maken? Ben je... mijn verbinding het nog? Ja, vast wel. Vast wel worden gezegd, maar ik kan hier geen categorie kiezen. Moet je van het anders kiezen? Ja, er zijn een heleboel corona mensen die corona in hun term hebben gezet. Sietke zegt net van, er zijn er meer dan de laatste keer dat ik kijk. Het is natuurlijk helemaal hot, hè? Mensen zoeken op corona, dus dan moet het ook iets met corona heten. Nou, needles, mijn naalden, wat gebruik ik voor mijn deken? Ik gebruik 3 mm en als je dat opentrekt, dan zie je hier 2 verschillende codes staan. Ik moet deze hebben. US 2,5-3,0 mm. In Amerika hebben ze andere maten dan wat wij hebben. Ik vind ons systeem vrij logisch, want we doen aan millimeters. Dat is het doorsnede van je breinaald. In Amerika hebben ze gewoon die dingen allemaal codes gegeven. En blijkbaar zijn zij op 2,25 begonnen met breien. En uiteindelijk zijn ze nog een aantal dunnere breinaalden gaan uitvinden. Ja, en dan moet je dus onder de 1. Dus die hebben ze allemaal een heleboel nulletjes gegeven. Erg duidelijk. Ik vind een halve millimeter breinaald, ja, veel te dun om mee te werken natuurlijk. Maar iets logischer dan zoveel nulletjes tellen.
Maar goed, ik moet dus deze kiezen, want ik ben met 3 bezig. Trouwens, even kijken. Ja, dat is nieuw voor mij. Dat had ik nog niet eerder gekeken. Wij gaan, wij werken met kwartjes vanaf 1,5 ongeveer. Hier 0,75, 1,25, 1,75, 2,25, 2,75. Dat zijn de standaard kleine sprongetjes. Dan hebben we ook nog 3,25, 3,5, 3,75. Maar in principe houdt in Europa de kwartjes dan op. Dan ga je naar 4 en dan naar 4,5. Hier staat, en dat is in Amerika dus ook, want er staat niet eens een US-nummer bij. Deze maten zijn voor zover ik weet in Europa niet te krijgen. Dit zijn Japanse maten. Want, dat is even een zijsprongetje. Nou, ze gaan hier ook niet verder dan 5 met de kwartjes. In Japan worden bijvoorbeeld kanten truien getailleerd door steeds dunnere naalden te gaan gebruiken. En dan uiteindelijk bij de heupen weer dikkere naalden. En die hebben dus meer behoefte aan die kwartjes dan dat wij hebben. Dus vandaar dat 4,75 en 4,25 er ook in staan. Ik heb dus hier mijn 3 mm. Gauge wordt dus ook niet vertaald, maar dat betekent stekenverhouding. Nou, en ik kan zeggen, pattern, fill in gauge from pattern. En dan zie je dat die keurig op 26 steken staat. En ik had stout het aantal pennen niet ingevuld in het patroon. Dus hier krijg je dan alleen maar 26 steken. Maar als ik het goed zeg uit mijn hoofd was dat 33. Hier gaan we naar het garen toe. Dat vind ik altijd het meest interessante, omdat ik jullie weten het, omdat ik altijd die labels kwijtraak. En dan ga ik even een ander garen kiezen, omdat die holster niet in staat. Ik kies iets van Austerman Merino. En dan ga ik kijken. Austerman is een merk en Merino, ja, welke zou ik eens nemen? Nou, het is toch maar een voorbeeld, we nemen die. Kijk, en dan geeft hij dus vanzelf aan dat hij 105 meter op 50 gram heeft. En hij werkt hier in meters en grammen, omdat ik dat in mijn voorkeuren aangegeven heb. Nou, ik kan hier ingeven hoeveel bollen ik daarvoor gebruikt heb. Waar ik het gekocht heb, wanneer, wat ik ervoor betaald heb. En ik kan ook nog meer soorten garen daarvoor gebruiken. En hier kan ik natuurlijk weer mijn bla 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 intypen. Als je hier een garen gekozen hebt, dan komt het hier aan de zijkant ook te staan. En wat hij dan eigenlijk vraagt is: beoordeel dit garen. Want, dat ga ik zo meteen laten zien. Als jullie een garen willen kopen, dan wil je graag weten dat het een goed garen is. En als mensen dus hun beoordeling daarvoor geven en dus ook nog een opmerking van nou, het blijft goed in de was of het pilt niet of het was verschrikkelijk want er zaten allemaal knopen in, dan wordt het natuurlijk dit. Weet je, dus dan heb je een beetje een indicatie wat anderen dus ook van het garen vinden. Dat is een hele goeie. Je kunt ook nog een kleur kiezen. En dat is hier. Ik kan hier kiezen voor Austerman Merino 105 in allerlei verschillende kleuren. En dat is wat op het wikkel staat. Nou, we nemen appelgroen. Appelgroen is de closest color. Ja, dat is bruin. Nee, dat is groen natuurlijk. Dylot, hier kan ik dus ook nog intikken van dit was verfbad 12.000. En als ik dan de volgende keer in de winkel kom en ik denk van ik ben al die labels kwijt, geen idee of ik moet nog bijbestellen. Dan heb ik dus dat verfbad daarbij zitten. Dus dit zijn voor mij hele belangrijke gegevens om bij elkaar te hebben. Want als ik dus naar een project ga kijken van 5 jaar geleden, dan ben ik deze informatie natuurlijk gegarandeerd allemaal kwijt. Weet ik ook niet meer waar ik het gekocht heb.
En als ik dat dus wel weet, dit heb ik gekocht bij, heeft ze niet, maar breien en zo. En als ik weer op het linkje klik, hij komt bij Saans Geluk vandaan, die merino. Hallo, hij heeft een beetje moeite met het linkje vandaag. Zo vindt hij hem wel. Ik had hem aan elkaar getypt. Zo zie je dat zoeken is een beetje dodgy. Je moet daar precies in zijn. In Haarlem, vriendinnetje van mij. Dus die heb ik daar dan gekocht. En zo kan ik verder. En als ik zeg copy and add another colorway. Dan krijg ik hier dus hetzelfde garen. Zie je, dat is weer die 105 meter op 50 gram. Maar ik kan hier dus een andere kleur kiezen. En dat heb ik waarschijnlijk dan ook weer bij Brian zo gekocht, dus dat suggereert hij ook. En op die manier kan ik dat opslaan. En als ik nu naar mijn projecten ga, dan staat daar voorbeeldproject. Nou ben ik vergeten om daar een foto bij te plakken, dus dat gaan we nog even doen. Ik open hem weer en ik ga hier naar foto's toevoegen. En nou heeft Revelry een hele leuke optie. En dat is van Instagram. Dus als ik naar Instagram ga, dan zijn dit de foto's die ik recentelijk allemaal op Instagram gepost heb. En daar kan ik er dus gewoon eentje uitzoeken. Of nog één. Of nog één. Of nog één. Of nog één. En dan... Even kijken waar ik dan moet wezen. Finished with foto's. Kijk. En nu staan ineens Hupu Barbetruc al die foto's erbij. Deze is niet van mij trouwens. Maar van... Corina, geloof ik. Of van Karen. Ik zit te twijfelen. Nee, volgens mij van Corina. Dus zo kan ik... foto toevoegen vanuit Instagram. Ik kan ook een foto uploaden vanaf mijn computer. Ik kan het vanaf Google doen, vanaf Flickr, dat is een fotoopslagding. Ik kan het vanaf een website doen. Dus ik kan hier van alles kiezen. Als ik zeg upload van computer. Waar kom ik dan? Oh, hier, bestanden kiezen. Logisch. Dan kom ik dus op mijn eigen computer in mijn bestanden en dan kan ik daar een bestand uitzoeken waar ik het opgeslagen heb en dan kan ik hem ook opslaan. Dus dat zijn de foto's. Corina, inderdaad. Dankjewel, Nan. Nou gaan we even hier naartoe kijken, want ik heb een nieuw bericht. Dat moet ik natuurlijk wel lezen. En wat staat hier allemaal? Saartje Love has added you as a friend. Dat betekent dat Saartje Lof, heel lief, mij toegevoegd heeft aan haar vriendenlijst, zodat zij te zien krijgt wat ik allemaal aan het doen ben. Dat verplicht mij tot niks. Ik krijg daar dus gewoon een automatisch berichtje van. Maar ik vind het wel aardig als ik ook zeg add to friends. Dus ik return the favor en ik voeg haar ook toe aan mijn vrienden. Waar vind ik die vrienden terug? Onder. Dat mijn notitieboek is dus het belangrijkste deel van je hele omgeving. En hier krijg ik dus een heleboel vrienden te zien. Dat zijn er ondertussen best wel wat. En hier krijg ik te zien wat mijn vrienden aan projecten aan het doen zijn. Hier Friend Activity. Wat zijn ze allemaal aan het doen? Nou, Windermeren is een prachtige kant top aan het maken. En dit is dus inspirerend, want dit betekent dat de mensen waar jij mee in contact bent, wat is daar populair? Wat zijn die daar aan het breien? Nou, blijkbaar niet dingen van mij, zie ik zo. Maakt niet uit. Hebben zij blogs? Zijn er vrienden met blog? Ja, er zijn verschillende blogs hier die door mijn vrienden geschreven worden. Nou, die wil ik natuurlijk dan allemaal wel lezen, want ik wil op de hoogte blijven. Neighbors, buren, dat is voor mij een nieuwe. Kijk, dat zijn Revelers with similar taste in patterns. En nou gaan ze een beetje Facebook-achtig doen. Want nou gaan ze dus suggereren dat er een soort organisatie achter zit. Dat je dus kunt kijken wat een ander leuk vindt. Favorieten.
favorieten zijn dingen die ik recentelijk een hartje gegeven heb. Omdat ik het leuk vond, omdat ik het inspirerend vond, omdat ik het wilde bewaren. En in je favorieten vind je dus van alles terug wat je op kunt slaan. Hoe sla je dingen op? Hoe vind je patronen? Dat staat hier. Hier staat patronen. Ik kan dus zoeken op patronen, garens, vrienden, groepen. En er is ook nog een hulpconstructie. Hey, heb ik er nou weer een binnen? Ja, kijk. Yes. Françoise. Add in my friends. Zo. Daarom reageer ik soms zo snel. Omdat ik achter mijn computer zit en dan zie ik het live binnenkomen. Als ik op het strand zit, dan duurt het iets langer. Zoekpatroon. Ik kan hier dus van alles intikken. Ik wil een theemuts. Nou, dan krijg ik van alles. Deze ontwerper heet theemuts. Ja, dan vind ik dus ineens allerlei dingen die niet op een theemuts lijken. Maar dat komt omdat de ontwerper theemuts heet. Dit is dan wel weer een theemuts. In het Engels heet het een tea cozy. Als ik daarop zoek, dan zal ik waarschijnlijk meer vinden. Pas op, het zoeken van patronen is een verslavende aangelegenheid en kan je aardig wat tijd kosten. Nou, hij heeft dus hier 2500 dingen gevonden die lijken op een theemuts. Kijk nou, toch leuk. Een oma en een opa theemuts en een kabouter. Hé, daar hebben we Bram. Een kabouter theemuts. En hier een hele tuin met lieve heersbeestjes. Nou, de gekste dingen kom je dus tegen. Hier kan je dus aardig lang in zoeken. En als je nou zegt, ik vind deze wel heel erg leuk. Die wil ik wel voor mijn oma ooit een keer maken. Daar heb ik nog geen tijd voor, maar ooit een keer. Dan zit hier dat hartje. En als je dan zegt, ik voeg hem toe in mijn favorieten. Dan staat hij daar nu tussen. En jullie klikken allemaal op voeg toe als vriend, zie ik. Ik ga jullie straks allemaal returnen. Maar anders ben ik daar nu de hele tijd mee zoet, maar ik vind het wel heel leuk. Bij dit project, nou kijk nou hoe die heet. Knitting Nana Tea Cozy. Nana is oma in het Engels. Dit heeft tot heel veel hilariteit geleid in mijn jeugd. Vooral bij een aantal Italiaanse vrienden die ik op een gegeven moment had. Nana betekent in het Italiaans oma, maar ook kleintje. Nou, die Italiaanse jongens waren niet zo heel erg groot en ik was met 12 jaar al 1,80 meter. Dus zowel kleintje als oma vonden ze op die leeftijd volledig hilarisch. Dus voordat ik erachter was wat daar de lol van was, voelde ik me lichtelijk in de maling genomen. Ondertussen groei ik natuurlijk met mijn grijze haren steeds meer in mijn naam. Dus ondertussen wordt er niet meer zo hard om gelachen. Alison Davis heeft hem gemaakt. Waar is die gepubliceerd? In Cozy Pots. Blijkbaar is dit een boekje of iets dergelijks met heel veel van die dingen. Hartstikke leuk. Aangeraden garen. Dus hier wordt verteld waar ze het allemaal in gemaakt hebben of wat ze aanraadt om het mee te maken. De garen dikte wordt genoemd. De stekenverhouding. De breinaalden die gebruikt zijn. De hoeveelheid garen. Dus een kleine 300 meter. Maten beschikbaar. Je kan een 2-pint teapot ermee doen. Geen idee. Ik zou daarop moeten googlen hoe groot dat precies is. En hier vind je in welke talen het patroon beschikbaar is. Nou, dat is alleen maar in het Engels. Kenmerkende dingen voor het patroon. Het is met een naad. Het is heen en weer gebreid, dus niet in het rond. En het is een uitgeschreven patroon. Dat betekent dat er dus geen telpatroon bij zit. Wat kost het? Het kost 2,73 Britse pond. En als je daar op kopen klikt, dan mag je met creditcard of PayPal betalen. Dat is dus het probleem van Ravelry. Als je daar iets wil kopen, dan zijn dat de enige twee betaalopties die er zijn. Daarom heb ik dus in mijn webshop dezelfde optie dat je daar dezelfde patronen kunt kopen. Dan kan je gewoon met Ideal bandcontact of Sofort Banking betalen. Dan vertel je mij dus hoe je heet rechtsboven op Ravelry en dan stuur ik het patroon als gift door en dan is het allemaal geregeld en dan staat het netjes in je
bibliotheek, in je library. Hier heeft ze dus allerlei dingen verteld over het patroon, wat je nodig hebt enzovoort. Dat is dus de keus van de ontwerper wat daar allemaal over verteld wordt. Hier kan je dus zien wat mensen vonden van het patroon. Nou, dit blijkt dus een heel goed patroon te zijn, want er zijn 5 mensen die gestemd hebben en die vonden het allemaal helemaal volledig 5 sterren waard en het was ook heel duidelijk beschreven. Dus, en het was ook nog makkelijk om te maken. Dus dan heb je een beetje een idee wat anderen daarvan vonden. Als ik weer terug naar boven ga, dan is dit gedeelte ook heel erg interessant. Want hier staan 6 projecten. Maar 6 projecten, dat vind ik voor zo'n ontzettend schattige theepot erg weinig. Als ik daarop klik, dan ga ik weg van de pagina van de ontwerpster. En nu kom ik op de pagina waar alle projecten staan van de mensen die het patroon dus echt gemaakt hebben. En soms is dit, vaak is dit heel erg informatief. Want je hebt soms patronen, nou hier lijkt het allemaal aardig op het origineel, erg leuk. Maar soms heb je ook foto's erbij dat je denkt, ja werkelijk niemand heeft hetzelfde plaatje als de ontwerper. En dan is het dus gewoon heel erg lastig om het goed te krijgen. Als ik naar zo'n project ga, van een willekeurige breier. Dit is dus gebreid door, zie ik dat nu niet meer staan. Nou, in ieder geval staat hier, ze heeft dus naalden en garen niet ingevuld. Dat is jammer. Oh, het staat hier. Elisabeth Lihou heeft het gebreid. En hier staat dus de ontwerper, het patroon en de ontwerper. Als ik hierop klik, ga ik dus weer terug naar die patroonpagina. Dit was een testknitter. Kijk, I have almost finished test knitting and love the result. It's so unusual. I just must change her eyes and take her off to Specsavers. Dat brilletje was blijkbaar niet naar wens en daar moest dus iets anders mee. Nou. Een beetje jammer dat deze testbreier dus niet de gegevens opgegeven heeft wat ze ervoor gebruikt heeft. Als ik terug ga naar de projectpagina, dan gaan we eens even naar een volgende kijken wat hier. Nou, je heeft ook weinig ingevuld. Zie je, dat is dus heel jammer, want dan kan ik dus niet zien welke kleuren en welke garen ze gebruikt heeft. Even kijken of deze het gedaan heeft. Ja, die heeft dus wel aangegeven op welke naalden het gebreid is. En die heeft dan in de notities gezegd welke kleuren gebruikt zijn. En ik neem aan dat ze allemaal met staalkraft gewerkt hebben, omdat dat aangeraden werd door de ontwerpster. Maar normaal gesproken vind je hier dus een heleboel informatie als iemand dat ingevuld heeft. Als ik even naar de opmerkingen ga kijken. Dat is allemaal fantastisch, wonderful, hartstikke leuk. Nou, prima, dat is allemaal positief. Soms dan staan daar dus dingen dat je zegt van, oké, ze vonden het dus allemaal helemaal niks. Als ik even terug ga naar de patronenzoeker. Ik kan hier dus iets algemeens invullen. Maar ik kan hier ook de patronenzoeker en uitgebreid zoeken aanklikken. En die is heel erg interessant. Want hier links krijg ik dus een hele waslijst aan dingen waar ik uit kan kiezen om op te gaan zoeken. En dat je kunt je aardig... En deze zocht ik om mee te beginnen. Een aantal van jullie, en dat is vaak de kritiek op Ravelry, het is allemaal in het Engels. Ja, en heel veel patronen zijn ook in het Engels. Als ik hier kijk, dan zie ik dat er in het Engels 845.000 patronen zijn, ruim. Maar je ziet dat hier nog veel meer talen onder staan en hier staan ook Nederlands onder. Dat betekent dat er ruim 31.000 brei- of haakpatronen zijn in het Nederlands. Nou, en een andere belangrijke taal is bijvoorbeeld Duits. Die zijn blijkbaar ook heel actief. In Spanje en in Zweden wordt ook veel gebreid. Er worden ook veel patronen.
De Noren komen natuurlijk met 32.000 patronen. Maar je ziet dat over het algemeen de grote hoofdmoot is inderdaad in het Engels. En het lezen van Engelse patronen is weer een heel ander verhaal. Misschien dat ik daar ook nog een keer aandacht aan besteed. Maar voor nu klik ik even op Nederlands. Ik wil dus alleen maar Nederlandse patronen zien. Nou, dan zie je, hier staat 31.374 en dat staat hier rechts onderin ook. Maar ik kan nog veel meer. We zijn Hollanders, dus we willen graag gratis patronen. En dan moet ik even... Kijk, beschikbaarheid. We willen graag gratis patronen. Ik zoek niet per definitie altijd gratis patronen, omdat dat vaak niet de meest interessante patronen zijn. Soms wel, voor nu doe ik dat even wel. Kijk, hier kan ook kiezen, is het een Revelry download? Ik kan ook zoeken voor iets wat in mijn bibliotheek staat. Of ik kan zelfs dingen zoeken die niet meer beschikbaar zijn. Ik zou niet weten waarom ik dat zou willen doen, maar goed. Ja. Kopen als print, dat betekent dat het in een soort boekvorm is. En online betekent dat het ergens op het internet te vinden is, maar niet in Revelry. Wil ik een foto? Ja, ik wil wel graag een foto erbij. Vreemd genoeg worden er patronen geüpload waar geen foto bij staat. En dat is natuurlijk een beetje vreemd. Categorie. Nou, we gaan breien. Je ziet dat er dus ook, als ik die even uitzet, ik was een beetje snel... Er zijn 4000 gratis Nederlandse haakpatronen. Er zijn 10.000 gratis Nederlandse breipatronen. 3 machinale breipatronen en 35 dingen overweven die zowel gratis als in het Nederlands zijn. Dan ga ik kijken naar de categorie. Als ik zeg kleding, dan kan ik hier kiezen uit, even doorscrollen... Jassen, jurken, lingerie, leggings, rompers, broeken, badjassen, korte broeken, bolletten, nou, enzovoort, 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 heleboel. Accessoires, tassen, riemen, voeten, benen, sokken dus en leggings, dat soort dingen. Handen zijn handschoenen, handwarmers, vingerlozen, dat soort dingen allemaal. Mutsen, sieraden, hoofddeksels, nou, van alles en nog wat. Dit is een nieuwe, medisch. En als ik die aanklik en ik scroll even naar boven, dan zijn dat de gebreide borstprotheses. De knitted knockers in het Nederlands. Als je voor een goed doel wil breien, dan is dit een heel erg goed project. Maar die haal ik er even uit, want anders hebben we wel heel weinig patronen te zien. Ik kan ook voor huis kiezen. Nou, dan kom je op dekens, boekenleggers, schoonmaken, onderzetters, hoesjes, dekens, kussens enzovoort. Speelgoed en hobby. Dat is de 18 plus, dat zijn dus de speeltjes waar ik op doelde. Dus daar kun je ook van alles mee. Poppenkleertjes en babyspeelgoed. Huisdieren, honden, jasjes, kussens enzovoort. Onderdelen. Dit is eigenlijk een restonderdeel. Dus alles wat alleen een techniek is of een los onderdeeltje of een blokje of een voorbeeldje, maar niet een compleet patroon, dat vind je dan daaronder. Waar kunnen we nog meer voor kiezen? Type categorie beschikbaarheid met foto. Technieken. Dat is ook iets. Als ik dus specifiek iets wil in een bepaalde techniek wil zoeken, meer kleurentechnieken, dan kan ik kiezen tussen intarsia, gekleurde boordsteek, schaduwbreien, mozaïek, jacquard, gestreept. Dus je kan hier precies gaan filteren wat je hebben wil. Technieken, daar zit dus ook van alles in. Bijvoorbeeld als ik zou kiezen voor... Entrelak, dan heb ik daar 18 Nederlandse gratis patronen en dan kom ik dus hierop en dan kan ik dus hiervoor kiezen. Als je op Nederlands gratis patronen zoekt, dan kom je heel vaak in drops patronen terecht. Niet altijd even fantastisch beschreven,
Maar als je een beetje handig bent, vaak wel heel leuk. Dit is bijvoorbeeld wel een heel erg leuk jasje. En deze ook. Dit is eigenlijk een hele grote. Dus dat zijn technieken. En er staat werkelijk van alles onder. Dan zet ik hem weer even uit. Dus als je zegt van ik wil iets naadloos breien. Of ik wil iets met verkorte toeren breien. Of nou ja, dus dat soort dingen. Ontwerpdetails, een A-lijn, een appliqué, asymmetrisch. Nou, je ziet dat je hier kunt zoeken tot je groen en geel ziet. Regionale etnisch, dus ik wil iets Deens breien. Hoe zien Deense patronen eruit? Dat zijn er maar 3. Gratis, Nederlandstalige, Deense patronen. Nou, dan krijg je dus deze. Als je betaalde patronen erbij kiest, dan krijg je natuurlijk veel meer te zien. Want, tenslotte moeten ontwerpers ook ergens hun brood van betalen. Als je brood eet, ik eet geen brood. Bij mij is het meer groente. We moeten ook ergens onze groente van betalen en dat betalen we van het verkopen van patronen. Dus gratis patronen zijn leuk, maar met betaalde patronen ondersteun je de ontwerper. Dit is ook een interessante. Ik krijg nog wel eens de vraag van, ik ben op zoek naar een trui voor een man, maar ik kan helemaal nergens leuke mannentruien vinden. Hier kan ik op geslacht zoeken, mannen. Ik kan op leeftijd zoeken, want je ziet hier dat ik hele leuke jonge mannen zie, maar ook hele leuke nog kleinere mannen. Dus ik zeg van, ik zoek iets voor volwassenen. Nou. Wat is er? Dat is ook een interessante man. Niet overal staan de juiste tekst bij, zie ik al. En dan ga ik even terug naar wat wil ik maken. Ik wil een kleding en ik wil een trui. Trui, dan heb ik nou, alle truien. Dan krijg ik 296 truien en dan zal je zien dat die vrijwel allemaal van drop zijn. Want dat is nou eenmaal de grootste leverancier van interessante Nederlandstalige gratis patronen. Dus hier krijg je inderdaad bladzijdevol dropspatronen. Nou, je ziet het, mannen truien genoeg. Leuke mannen ook genoeg trouwens, sorry hoor. Maar als je nou bijvoorbeeld zegt van, ja, maar ik heb maar maximaal zoveel garen. Nou is het hier, oh hier. Ha. Ik heb maar maximaal 1200 meter garen, dus ik wil een mannentrui voor maximaal 1200 meter garen. Nou, dan kom ik hierin. Oh jee, ik geloof dat er ook nogal wat patronen uit de jaren 80 zijn blijven hangen als ik het zo bekijk. En ik kan ook nog zeggen, dat wil ik dan in 3 kleuren hebben. Nou, je ziet dat je hier van alles en nog wat kunt invullen. Ja, dan krijg ik die. 3 kleuren, mannentrui, maximaal 1200 meter, Nederlands en gratis. Nou, zo kan je dus je helemaal, als ik die eruit klik, clear, dan krijg ik gewoon weer alle garen diktes. Ik kan hier zelfs nog kiezen of ik mijn garen dubbel of driedubbel wil gebruiken. Hier dus je kan, die ga ik er even uithalen. Zo, dan krijg ik weer meer aantal gebruikte kleuren. Ik kan zelfs 6 of meer kleuren kiezen. Dan krijg ik zelfs nog 9 truien te zien, ik ben benieuwd. Nou, hele kleurige modelletjes, een beetje verhaalachtig allemaal. Nou, dit is dus een heel interessant gedeelte om je helemaal suf te kunnen browsen. En hier kan je dus ook nog zeggen van ik wil alleen maar in bamboe of alleen maar in katoen breien. Wat is daarvoor gemaakt? Wat natuurlijk, en hier kan je natuurlijk ook nog kijken, ik wil breien op een bepaalde naalddikte. Dus ik wil alleen maar op naalden 3 breien. Dan hou ik nog 2 truien over. Dus van die 850.000 patronen die erin stonden, heb ik door alle dingen die ik ingevuld heb, nog maar 2 truien over. Dit is dus Nederlands, gratis,
mannentrui, zes kleuren, in katoen. En dan kom ik hierop uit. Met foto. Nou, hier zie je dus waar je allemaal opgezocht hebt. Vreselijk interessant. Kan je lang mee aan het stoeien zijn. Maar meestal zullen we iets gaan zoeken vanuit het garen wat wij in een opwelling hebben gekocht. Dat doen we allemaal nooit. Hè? We hebben geen kasten vol met garens die wij op de beurzen, helaas die er nu niet zijn, maar op de beurzen in opwellingen gekocht hebben. Of ons laten verleiden, hè, ziet ze, door al die mooie handgeverfde garens enzovoort. En dan zit je thuis en heb je die garens en denk je, ja, en nu? Nou, als ik dus weer, waar heb ik op gezocht? Ik heb op Noro Silk Garden Light al een keer gezocht. Dat gaan we nog een keer doen. Dan zeg ik zoeken. Welke van de twee was het? Was het de Silk Garden Light of de Silk Garden Light Solo? Het was die. En nu kom ik niet op een patroonpagina, maar op een garenpagina. Dit is dus het merk Noro met het garen Silk Garden Light. En hier staat dus helemaal wat hier over dit garen te vertellen is. Dus welke dikte is het? Hoeveel meter zit er op 50 gram? Wat is de stekenverhouding? 21 tot 24 steken op 4 inches is 10 centimeter. Breinaalden tussen de 4 en 5 millimeter. Haaknaalden hetzelfde. En wat zit er voor materiaal in? Mohair, zijde en wol. Single betekent dat het een ongetwijnd garen is. Dus een single, dus het is een enkele getwijnde strengetje als het ware. Dus het zijn niet een aantal draden om elkaar heen getwijnd. Wat zegt de leverancier er nog bij? Van alleen op de hand wassen en plat drogen. Nou, hoe is dit garen beoordeeld? Met een 4,3. Hoe vaak is het beoordeeld? Ruim 2000 keer. Hoeveel projecten zijn er mee? Nou, ruim 8000, bijna 9000. Nou, hier moet ik toch wel op een idee kunnen komen wat ik nou toch met deze impulsaankoop moet. Nou, dan klik ik hierboven op projecten. En nu krijg ik, schrik niet, 351 pagina's met projecten te zien. Zoals ik al zei, het is een hobby op zich. Dus, nou. Leuk. Hey, dit is een linnensteek. Ik wist niet dat Noro in een linnensteek zo leuk uitkwam. Enig. Oeh, die is mooi. Ja. Oh, je kunt er ook knuffels mee maken. Oeh, ja, met entrelak. Het is een verloopgaren. Nou, je ziet het. Ideeën te over. En dan ben ik, weer een tikozy. Ben ik nog maar één pagina verder. En zo scroll je dus op je gemak. Als je pijn in je handen hebt van die rare lapjes van mij. Dit is trouwens een heel beroemd patroontje. De Baby Surprise Jacket. Als je nog voor een kleintje moet breien, dan is dit een ontzettend leuk patroontje om te doen. Oh, als ik hem trouwens zo tegenkom, dan klik ik er naartoe. En dat wou ik niet. Close. Ik wil naar het patroon. Dan moet ik eerst naar het project. En kijk. Deze heeft hem dus niet aan het patroon gekoppeld. Die heeft dus wel de naam Baby Surprise Jacket erin gezet. Maar ik kan dus niet doorklikken naar het patroon. Dat is dus een beetje jammer, want ik wilde dit patroon in mijn favorieten zetten. Helaas. Ik kom hem nog wel een keertje tegen. Maar dat is dus jammer. Dit is ook erg mooi. Kaleidoscoop. Kijken of die wel gelukt is. Gaan we daar naartoe. Ja. Kijk. Deze heeft hem zelf de naam Kaleidoscoop gegeven. En die heeft hem gelinkt. Dus het patroon heet Kaleidoscoop Poncho bij Barbara N. Dit is in Noro. En als ik naar de patroonpagina ga, dan heeft zij hem inderdaad gebreid in het garen wat de ontwerper aangeraden heeft. Want die heeft hier dus Noro. Nou, dit vind ik een ontzettend leuk ding.
Dus ik voeg hem toe aan mijn favorieten. Dan kan ik hem, ik kan hier dus nog kiezen in wat voor bundel ik hem wil zetten. Ik heb verschillende mapjes gemaakt, maar klik dat weg. Ook van deze, en dan kom ik in plaats van dat ik dus nu bij Garens aan het kijken ben, zit ik weer in een patroon. Daar zijn 76 projecten weer van gemaakt. En dan ga ik even kijken of ik die allemaal leuk vind. Oeh, ik vind die zandtinten ook wel erg mooi. Oh, deze is ook wel heel leuk met het zwart ertussen. Interessant project dit. Erg leuk. Oeh, die is mooi. Wat is dit voor garen? Wat heeft ze hier voor garen gehangen? Dan klik ik naar het project. En dat is Brown Sheep Lamb's Pride Worsted. Heel eerlijk gezegd nooit van gehoord. Maar het is blue flannel. En als ik hier dus op klik, dan kom ik dus weer op de garenpagina van dat garen wat daarvoor gebruikt is. En dan vertelt ze me dus hoeveel het weegt, wat de stekenverhouding is, op welke breinaalden en wat voor garen. Nou, het is wol met mohair, het is ook een single, dus dat lijkt op die Noro. Ja, dus de structuur van het garen is ongeveer hetzelfde. En als je hier gaat kijken, dan zijn er bijna 51.000 projecten met dit garen. Ik had er nog nooit van gehoord, maar het is blijkbaar ergens in de wereld heel erg populair. Nou, is iets wat in Nederland bijna niet gedaan wordt, en dat is bij deze een oproep naar alle wolwinkels in Nederland. Als ik dit garen wil gaan kopen, dan heeft Revelry de optie hier onderin, buy this yarn. En de enige die dat eigenlijk altijd doen, zijn Amerikaanse wolwinkels. Nederlandse wolwinkels doen dit eigenlijk nooit. Volgens mij is de enige die ik nog wel eens voorbij zie komen, Jawol in Rotterdam. Maar dat is dus een beetje jammer, want hier United Kingdom, United States, hier niks in Castricum, Nederland in de buurt. Dichtstbijzijnde is dus Engeland, terwijl er misschien wel winkels in Nederland zijn die het hebben, maar die staan dus niet hierbij. Dus dat is jammer. Maar hier kun je dus in principe kijken wat het is, wat mensen er dus van vinden. Het is bijna 8000 keer beoordeeld met een 4,3. En zo kun je dus allerlei dingen opzoeken. Voordat ik dus veel geld aan garen uitgeef, kijk ik altijd eventjes wat erbij gezegd wordt. Ja, hier bijvoorbeeld. This is good, warm, worsted yarn, but the mohair sheds like a mofo. Ik weet niet wat een mofo is, maar hij pluist dus als een dolle. Makes excellent felted slippers. Het vilt dus ook. It is a workhorse yarn, but not my favorite. The mohair adds a nice sheen to the finished product. Het glanst mooi. Niet helemaal glad gesponnen, dik en dun. Nou, als je daar niet van houdt, dan weet je dus nu dat je dat garen niet moet hebben. Hier, it's shedding really. Deze mevrouw wordt er dus allergisch van. Dus als je niet van garen houdt wat erg pluist en uitvalt, dan moet je deze dus niet hebben. Nou, en even terug. Dus dat was dit garen. En als je dus hier op garens klikt, dan kun je hier dus van alles nog wat intikken. Dit is een heel erg leuk Fins bedrijf, waar ik op de beurs wel eens wat van gekocht heb. Die hebben van die... Nou, die kan ik niet vinden. Vreemd. Ja, dat zoeken in Revelry, dat blijft toch een beetje een dingetje. Ik kan ook op vezeltype zoeken. Angora. Oh, Angora. Oh, ik mijn filter nog aan. Die uit. Clear. Waar ben ik nu gebleven? Ik wilde... Ja. Nou, hier krijg ik dus een heleboel garens. Als ik dus op garens met Angora zoek, dan
krijg ik daar dus heel veel dingen te zien. Dus op die manier kun je daar van alles mee zoeken. Ik kan hier dus ook weer gaan zoeken op, ik wil alleen maar op goede garens, extreem goede garens. Ik wil graag op Europese garens zoeken. Laten we eens op Belgische. Nee, die heeft hij niet. Oh, hier Frankrijk. Ja, ik weet dat er in Frankrijk nog een hoop Agora fokkerijen zijn. En dat wordt aardig diervriendelijk gedaan in Frankrijk. De Chinese Agora is natuurlijk een compleet ander verhaal. Maar de Franse Agora, bijvoorbeeld van Fonti, dat is gegarandeerd met veel zorg en vriendelijkheid voor het konijntje geregeld. Nou ja, hier heb je dus een heleboel dan met het type Agora. Dus hier kan je je helemaal ook, kamelit zijn kamelen, cellulose is plantaardig. Geit, dat zijn vooral de kashmir en de mohair. Dus je kan hier van alles mee gaan zoeken. Vrienden, dat betekent dat ik hier mensen kan gaan zoeken. Ik ziet alleen, ziet vindt hij niet. Weet jij, ziet aan de maak op Revelry? Ik neem aan van wel, ja. Kijk, hier hebben we ziet aan de maak. Vind je niet erg ziet? Dat ik je even als voorbeeld gebruik. Ik ging ervan uit dat jij dat geen probleem zou vinden. Kijk, Sietse blogt en hier zie je bij Sietse op de Revelry pagina. Je ziet dat ik er gewoon naartoe kan gaan. Ik was nog niet eens vriendjes met jou. Ja. Dat garen voor sale, zal ik zo even naar kijken. Dat is niet iets wat ik tot nu toe gedaan heb. Dus daar moet ik dan wel even naar zoeken. Sietske blogt en hier heeft ze dus een hele lijst blogdingen staan. En je ziet dat ik bij Siets hier gewoon in haar pagina kan kijken. Met wie is Siets bevriend? Nou, die staan daar. Wat heeft Siets in de favorieten staan? Siets heeft maar 14 favorieten, dat is niet veel. Mijn corona knuffellapjesdeken en een aantal andere prachtige dingen die hier opgeslagen zijn. Zij heeft 4 dingen gepland, daar is ze nog mee bezig en 25 projecten. Je ziet dat je dus geen verstoppertje kan spelen en dat iedereen bij iedereen dus kan kijken. Dus je hoeft niet eerst vrienden te worden voordat je bij elkaar kunt kijken. En je ziet dat Siets niet overal foto's blijven staan, net zoals ik. Wel mijn rozenknopjes. Leuk. Als ik naar een gare ga zoeken. Ik zal eens even kijken of ik dat kan vinden. Nora Sil Garden zoeken. Even kijken of ik dat kan vinden wie dat dan te koop heeft. Wie heeft het op voorraad? Ja, kijk, ik heb dus op garen gezocht en vervolgens heb ik op voorraad geklikt. En dan staat hier onder alles is op. Dit is allemaal weg. In stash, but not for sale. Dus deze verkoopt het niet. En nu ga ik dus even zoeken of ik er eentje kan vinden die hem wel voor sale heeft. Ik doe dit dus eigenlijk nooit, want dit is me eigenlijk altijd te veel werk. Oh ja. Hier, te koop of te ruil. Dat gaat handiger. Sale rate, yes. Dat wil ik hebben. Nu wil ik eigenlijk ook een kleur. Blauw-paars, dat zijn mijn kleuren. En dan kan ik dus ook gaan kijken welk verfbadnummer erbij zit. En soms heb je mazzel dat je dus inderdaad even kijken hoor. Kan ik ook zoeken voor iemand in Nederland? Ja, kijk. Ik kan zoeken op land.
Ja, je kan bij een list kijken, maar dit is dus als je niet in een list is, overigens een Your Local Yarn Store, dus dat staat voor een wolwinkel. Maar stel dat een garen uit productie is en ik wil toch nog zoeken, dan kan ik hier dus gaan kijken of iemand dat nog in de kast heeft liggen. En ik wilde eigenlijk niet daarop klikken, maar ik wilde op afstand van mijn locatie klikken. Nou, 100 mijl, want anders dan krijgen we misschien geen... hier, zie je. Niks in Nederland te vinden voor Noro Silk Carnelite in die kleur. Dus dat is heel jammer. Dat is dus niet te vinden. Maar soms heb je mazzel en dan heeft iemand nog net die kleur en dat garen voor je beschikbaar. Een vriendin van mij die heeft zo een bolletje weten te bemachtigen waar ze anders niet meer aan kon komen. Als ik naar groepen ga, dan ben ik lid van 17 groepen. En lang niet al die groepen zijn voor jullie interessant. Want dit is bijvoorbeeld een groep voor mensen die adverteren op Ravelry. Dit Stitch Mastery is het programma wat ik gebruik om in te ontwerpen. Maar bijvoorbeeld de Dutch Crafters groep, dat is een Nederlandstalige groep op Ravelry. Dit is de groep van Monique Boonstra voor alle prachtige kanten dingen. Dit is ook een kantgroep, All White Lace. Contiguous Sleeve, top-down en naadloos. Dutch Knitting, ook zoals de naam al zegt, een Nederlandse groep. Free Pattern Testers, dus daar kun je als tester... zo zijn er een heleboel verschillende groepen die leuk zijn. Daar staan dus ook allerlei blogposts en forumposts. En je kunt hier, je kunt dus als je sociaal wil doen op Ravelry, helemaal hier je hart ophalen. En hier komen dan dus je post die jij geplaatst hebt en de draadjes die je volgt te staan. Wat heb ik nog meer in mijn notitieboek staan? Volgens mij zijn we redelijk door alles heen. Ik weet niet of jullie nog vragen hebben. Ik kan ook gewoon in het wilde weg zoeken. En als ik op Saans geluk zoek, dan kom ik op de shop bijvoorbeeld. En dit is dan de pagina van de wolwinkel Saans geluk. Kom ik nog wel eens, zijn hele lieve mensen. Ze hebben ook erg mooie naaimachines, overigens. En hier staan dus alle gegevens van zo'n winkel en welke tijden zijn open en dat soort dingen. Ook die kun je in je favorieten zetten, zodat je ze terug kunt vinden. Als ik naar mijn favorieten ga, dat zal ik nog even laten zien. Dan ben ik nogal een enthousiaste favorietenspaarder, in tegenstelling tot Siets. Siets had er 14 uit mijn hoofd, geloof ik, en ik heb er 821. Daar kan ik natuurlijk al heel snel niks meer in terugvinden. Dus ik heb op organiseren geklikt. En dan kan ik dingen deleten, maar ik kan ook... Kijk, ik kan dingen weggooien als ik denk van ja, ik hoef Noro niet te volgen, die gooi ik eruit. Vind ik dat, ja. En alles wat ik dus echt niet meer leuk vind, dat gooi ik er vervolgens uit. Maar ik heb hier ook bundels en dat betekent, ik ben daar erg slordig in. Ik heb hier een bundel kerst gemaakt, Christmas. En ik kan hier zeggen add a bundle. Dus als ik een tea cozy, nou laten we maken, een theemuts. Bundel. Ik ben daar klaar mee. Ik kan daar van alles mee. En ik wil gewoon even terug naar mijn favorieten. Ik weet niet of ik hem nou opgeslagen heb. Ik geloof het niet. Oh ja, wel. Ja, ik heb hem opgeslagen. Maar er zit nog niks in. Hier heb ik garens in favorieten gezet. Ik heb ook een hier shops.
Wie zitten er in mijn shops? Wie heb ik in mijn favorieten gegooid? Steek van Walbrei en Zo, Saans Geluk, Vlotte Knot, Roors, Spaats en Wolmeise en Amaries. De bedoeling was dat ik daar nog veel meer winkels in ging zetten, maar dat is door alle drukte een beetje in de verdrukking gekomen. Maar als ik naar mijn eigen bundel Christmas ga kijken, dan heb ik daar een keer een hele verzameling kerstpatroontjes in gezet. Die favorieten kunnen jullie dus ook kijken. Dus als jullie willen weten wat ik in mijn bundel Kant heb zitten, of zoals deze in mijn bundel Kerstmis, dan kan je daar gewoon, dan ga je gewoon een naantje knit en dan kijk je in mijn favorieten en dan kun je daar inspiratie op doen. Ik doe dat bijvoorbeeld bij Monique Boonstra nog wel eens, want die verzamelt mooie, die breidt verschrikkelijk mooi Kant. Dus dat zijn mensen waar als ik op Kant aan het zoeken ben, dat ik daar ook even een kijkje neem van wat heeft zij recentelijk allemaal in de favorieten gezet. Want die weet daar veel meer van dan ik. Die is helemaal ingelezen in die wereld. Dus dan neem ik een shortcut en dan ga ik bij haar kijken wat er gebeurt. Of als ik naar prachtige Noorse patronen wil zoeken, dan ga ik even bij Sitzel Heuvik kijken. Of dat soort, of bij Christel Smallegangen. Je mensen waar je gaat snuffelen. Nou, volgens mij hebben jullie een aardig idee gekregen wat je allemaal hier kan. En wat je allemaal op Ravelry weet te vinden. Dus heel belangrijk als je hem op Nederlands wil hebben, dan ga je helemaal op je eigen pagina links onderin in de kleine lettertjes, daar zet je hem op Nederlands. En dan zie je dat ze ongeveer 3/4 van alle teksten vertaald zijn. Ik zal trouwens even mijn gewone bril weer opzetten. Ik heb een speciale bril voor de computer, anders dan zie ik niet zoveel. Dat is dus een beetje het hoe en het wat en waar van Ravelry. En nogmaals, pas op, het is verschrikkelijk verslavend. Het voordeel van Ravelry ten opzichte van Pinterest, want ik weet dat heel veel mensen ook op Pinterest aan het zoeken zijn. Op Pinterest zit lang niet altijd het patroon erbij, of het is een Russisch dingetje, of het is een gekrabbeld illegaal patroontje. Waar je ook niet veel verder mee komt. En op Ravelry staan er dus altijd patronen bij. Soms niet te krijgen. Heel soms dan is het van ja, je moet een boek kopen. Of het komt uit een tijdschrift of iets dergelijks. Dat vind ik altijd heel flauw. Maar over het algemeen staan alle patronen op Ravelry erop. Dus jullie weten nou hoe je je Ravelry op Nederlands zet. Jullie weten hoe je die zoekfunctie kan vinden om patronen te zoeken. En dat daar dus ook een optie op taal op zit. Dus dat je op Nederlands kunt zoeken. Dus ik zou zeggen heel erg veel plezier. Fijn dat je nog wat ervan geleerd hebt allemaal. Helemaal goed. Donderdag gaan we weer verder met de corona knuffel 10 keer woordwaarde deken. En ik wens jullie een hele fijne week. Geniet nog even van het mooie weer, want ik heb begrepen dat het aan het eind van de week gaat omweren. Ik denk dat ik morgenmiddag ook weer op het strand zit met mijn schelpen in het zandsjaal erbij. Die lagen dus echt in het zand vandaag. Ik wens jullie een hele fijne avond, veel breiplezier, veel browsplezier op Ravelry. En bevriend, zoek me op en klik op vrienden worden. Hartstikke leuk. Bedankt voor het kijken. Zoek even die abonneerbutton als je dat nog niet gedaan hebt. Daar word ik heel blij van. En tot de volgende uitzending.